Beste kijkers, welkom. Wij zijn nu in Maastricht en dat houdt in de Interclasses. Het is de meest prestigieuze van Nederland. Er staan ook de mooiste auto's, houdt ook in de duurste. En we gaan hier eens rondkijken vandaag. Ik sta hier bij een auto en dat is een toch wel speciale auto. Het is een Ford Escort. Nou zeg ik, daar is niks bijzonders aan. Want daar hebben we vroeger heel veel van zien rijden. Nou, dit is een heel speciale, want dit is een Ford Escort Mexico 1600 GT. Dat hield in dat hij een Cosworth motor had. En deze auto's werden heel veel gebruikt voor rallies. Daar waren ze ook zeer succesvol in Ford. Ja, je krijgt de indruk dat hij bijna nieuw is. Dat is zeker niet het geval. Want ondanks dat in de beschrijving staat dat er nooit rally mee gereden is. En dat de kilometerstand toch wel aannemelijk is dat die 10.000 zou zijn, heeft deze auto forse schade gehad. En die is niet goed hersteld. En de naden en dergelijke kun je ook heel goed zien dat die sterk afwijken. Dus hij heeft wel een en ander meegemaakt. Dus als u ooit naar een veiling gaat om een auto te kopen, neem dan iemand mee die er verstand van heeft. En vertrouw niet in het bijzonder over wat er in de catalogus gezegd wordt. Hier in Maastricht is er ook een themaplein en dat is gewijd aan Vassel Vega. Vassel Vega is een Frans automerk. Werd gebouwd in Parijs. En er zijn duidelijke invloeden van Amerikaanse stijlen in zichtbaar. De productie van Vassel Vega begon in 1955 met deze FV1. Vassel Vega's waren altijd hele aparte auto's. Een jaar later, in 1956, kwam de Vassel Vega FV2B. En een groot verschil ten opzichte van die FV1 is er eigenlijk niet zo. Het meest opvallende is eigenlijk die panoramische voorruit. Het is 1961 en tijd om te introduceren de Vassellia F2B Coupé. Nou is dit een auto dat, als je die zo ziet, is die veel minder imposant dan die andere Vassel Vega's. Dat kwam als volgt. Het was begin jaren 60 en generaal de Gaulle beval Vassel Vega om andere auto's te gaan bouwen die Frans leken. En niet meer dat die Amerikaanse invloeden erin. En daarom is toen deze auto gecreëerd. Dan sta ik hier bij een vierdeursmodel. En dat was bedoeld voor toch wel wat hooggeplaatste figuren. En niet voor het gebruik in de vrije tijd, maar om mee te werken. Dit is een Excellence EX2 uit 1962. Ook weer met die V8 Chrysler motor erin. En met zo'n auto heeft Charles de Gaulle ook nog gereden. Nou ja, hij reed mee natuurlijk. Maar hij was er toch niet helemaal van gecharmeerd. Want hij heeft hem niet zo gek lang gehad. De beste en meest bekende Vassel Vega is de HK500. Daar zijn er ook het meest van verkocht. Denk niet aan grote aantallen. Want de totale productie van Vassel Vega van 1955 tot 1964 was slechts 3000 auto's. Die Vassel Vega's, de ontwerper en de keuze van de materialen en de details waar je eigenlijk niet op uitgekeken kon bij die auto, die zijn zo apart en vind je bij geen enkele autofabrikant ooit ook terug. De keuze daarin is heel bijzonder en daarom blijft het altijd een heel aparte auto. En ook natuurlijk omdat er weinig van gebouwd zijn, omdat ze toch wel duur waren ook.
gezemmert. Chemin faisant, seul de mon lien. Natuurlijk hier bij Coys op de verkoping ook veel Mercedes, Ferrari, Maserati. Maar die behandelen we niet, want daar kan je maar bij kwijlen en daar kan je verder niks mee. Nou, met deze auto echt wel wat. Want dat is een De Chevaux uit 1963. Zeg maar een hele aaibare auto in babyblauw. En deze auto wordt morgen geveild en de verwachte opbrengst van deze is 8.000 tot 10.000 euro. Als je deze koopt, heb je een hele leuke auto. Hij is niet perfect. Geef hem een 8. En dan kan je gewoon mee rijden. En als je wil starten, doet hij het ook altijd. Een NSU. En in dit geval een 1200 TT. Je zit op oldtimerbeurzen. Zie je van auto's die we veel op de weg gezien hebben vroeger en veel geproduceerd zijn, zie je uitsluitend de hele aparte van een bepaald model carrosserie, maar dan met een zwaardere motor in, die zie je terug op oldtimerbeurzen. Zo ook deze 1200 TT, auto van 72 en daar wordt voor gevraagd 35.000 euro. Dan heb ik daar nog een leuk verhaaltje bij. Toen de Heinenoordtunnel klaar was en opengesteld was voor het verkeer, had een Piet Leeuwenburg uit Westmaas, had de twijfelachtige heer om als eerste in de Heinenoordtunnel zijn auto tot de los te rijden. En dat was er zo een. Toch allemaal kennen als we wat ouder zijn en dat is een BMW 2002. Een reden er zat van natuurlijk, maar het is een hele speciale weer, want dit is een 2002 TII en dat was de snelste die er te koop was. Die had 130 pk, ging 185 km per uur in 1972 en dat was een hele sportieve auto. Nou is die auto is niet gerestaureerd, maar hij ziet er best goed uit. Waarom zou je een heel perfect gerestaureerde auto kopen die helemaal nieuw is, waarbij je bang wordt dat er wat aankomt, maar dan beter zo eentje nemen. Ook Japanners konden natuurlijk in de 80er jaren best leuke sportwagens bouwen. Wat te denken van deze Mazda RX-7, echt een fraai geleinde auto en een sportwagen, want de motor was geplaatst net achter de vooras. Staat garant voor een hele goede wegligging. Nou was het zo, die Mazda RX-7 die had een rotatiemotor. En dat was een motor die was totaal afwijkend van het gangbare wat duurzaam is. Dus hij ging dikwijls kapot. Als u deze bij Coys wil kopen, moet u denken aan tussen de 15.000 en de 18.000 euro. Maar als u hem dan toch koopt, rijd er niet mee, kijk er alleen maar naar. Vanwege die motor natuurlijk.